genoegen met Dennis van Rijswijk, locatiemanager op de Sportboulevard. Heel goed. Zeg, net heeft de wethouder het lint doorgeknipt. Waar ging dat over? Nou, de samenwerking gaat heel breed. Wij doen sinds jaren al hele leuke zaken met Jumbo Sternburg. We hebben nu in het verlengde van die afspraken gekozen om de schaatssport in gezamenlijkheid wat meer onder de aandacht te brengen, met name voor de jeugd tussen de 4 en de 14 jaar. Waarbij we ook de lijn kiezen van het project IJstijd, waarin we willen proberen kinderen minimaal één keer in die levenscategorie tegen relatief nul kosten de schaatsbeweging te laten maken. Om zo ook kennis te kunnen maken met de Nederlandse cultuur schaatsen. En in dat kader hebben we nu met Jumbo Sternburg de handen ineen geslagen om te zorgen dat de kinderen hier naartoe kunnen komen middels een spaaractie bij Jumbo. En de ijsportverenigingen zullen mede de clinics die dan gegeven worden, die voortvloeien uit de spaaractie, verzorgen. Waardoor ook de ijssporten in Dordrecht en de verenigingen die daaraan vastzitten maximaal exposure krijgen en zich kunnen manifesteren bij eventuele potentiële nieuwe leden. Er is een actie opgestart tussen Jumbo en tussen de Sportboulevard om kinderen via bonnen kennis te laten maken met de schaatssport, waarmee ze schaatslessen kunnen krijgen en waarmee ze EK Shorttrack kunnen gaan bezoeken. Dat is een hartstikke goed initiatief tussen de marktpartij en de Sportboulevard. Heeft vele voordelen. De kinderen worden gestimuleerd om te sporten. Ze kunnen kennis maken met een nieuwe sport. En als de ouders dan ook nog in staat zijn om een gezonde voeding voor de kinderen te kopen, dan zijn wij als gemeente helemaal blij. Het is wel nodig, hè, dat we steeds meer jeugd naar sporten krijgen. Dat is ook een van de doelstellingen die we hebben in ons coalitieakkoord. Om steeds meer jeugd kennis te laten maken met sport en te gaan laten sporten. Welke sport maakt niet uit, maar laat ze in ieder geval kennis maken met de schaatssport. Hartstikke leuk. En wie weet wat voor talenten daar ook weer uit voortkomen. Dankjewel. We hebben hier nu natuurlijk een prachtig mooi ijspaleis, zou ik kunnen zeggen. En kunnen we nog meer van dit soort acties verwachten in de toekomst? Ik ben ervan overtuigd en daarin ben ik ook in gesprek met wethouder Stam om te kijken of dat we in een veel breder scala kunnen gaan proberen de inwoners van Dordrecht gebruik te laten maken van deze prachtige accommodatie. En dat betreft natuurlijk niet alleen de schaatssport, maar in dat kader ook veel breder, ook de zaalsporten, de zwemsporten en de ijssporten.